In deze tijd is er heel veel gaande. En daar kun je van alles bij denken. Kun je hele verhalen bij maken, tot en met complottheorieën en scheppingsverhalen en zondevallen en wat dan ook niet, hè? Belangrijk om te beseffen dat wat je daarbij ook verzint en wat je mij daar ook over hoort zeggen, het zijn verhalen. Wat jij daar ook over denkt of niet denkt, het mind is een verhaal. En ik nodig je uit om eenvoudige verklaringen te vinden voor wat er op dit moment gaande is. Verklaringen die jou helpen, bekrachtigen, op dit moment om het beste van jezelf uit te drukken. Van mijn part heb jij de waarheid in pacht en loop jij arrogant over deze aardkloot en doe je niks. Druk je je licht niet uit, je liefde niet uit. Zal mij een worst wezen wat jouw waarheid is, niet? Van mijn part verzin jij een totaal belachelijk verhaal over wat er in deze tijd gaande is. Wat jou oplaadt, wat jou bezielt, wat jou zin geeft om het beste van jezelf op dit moment toe te voegen aan de schepping. Zou ik fantastisch vinden. En ik nodig je uit om dat simpel te maken, eenvoudig. Omdat het is complex genoeg wat er allemaal gebeurt. En voordat je het weet, verzuip je daarin in details, in feiten, in van alles en nog wat. De simpelste verklaring die ik vaak naar voren breng, is dat oude tradities hebben voorspeld dat er een tijd zou komen dat het licht op aarde enorm toeneemt. En dat dat alles aan het licht zal brengen wat duister is, zou je kunnen zeggen. Macht, dwang, verspilling, misbruik, vergiftiging. Zodat we de aarde bijna tot de rand van de afgrond hebben gebracht. Hè? Al die dingen komen aan het licht, worden zichtbaar. En bieden ons de kans om nieuwe keuzes te maken. We kunnen het helderder zien dan ooit. En we kunnen nu nieuwe keuzes maken met elkaar. Van wat we hiermee willen doen. En daarbij vertel ik vaak dat deze enorme toename aan licht, deze bewustzijnsgolf, zou je kunnen zeggen, dat die niet losstaat van jou, dat jij daar deel van bent. En dat die lichtgolf waar jij deel van bent, die brengt alles aan het licht wat duisternis is. Dus je hoeft ook nergens bang voor te zijn. Er komen afschuwelijke dingen aan het licht, maar dat komt door jou en mijn kracht en die van miljoenen anderen die verlangen naar een andere wereld. Dus je hoeft nergens bang voor te zijn. Ook al zouden velen van ons bezwijken in dit proces, dan zullen we in de volgende generaties herinnerd worden als de generatie die het allemaal aanzwengelde en op gang bracht. Dat is al fantastisch mooi. Voor de rest houdt het leven nooit op. Maar nogmaals, wat ik zei, het is mijn verhaaltje. Als het je bekrachtigt, neem het over. Als je het op jouw manier mooier kunt maken of al een mooi verhaal hebt wat jou bekrachtigt, gebruik dat. En laten we met elkaar steeds puurdere keuzes maken. Steeds meer kijken waar in mijn leven zou het wat mooier kunnen? Zou het wat vrijer kunnen? Zou ik wat minder schade kunnen doen aan mezelf, aan mijn lichaam, aan de mensen om mij heen? Waar zou ik wat beter voor mezelf kunnen zorgen, voor mijn lijf, de mensen, de dieren, de planten om mij heen?
Dat is wat er gaande is en dat is, daarom wil ik jullie allemaal bedanken voor al die inspanningen die je doet. Want het is echt iets wat we samen doen.